Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Ja, teleurstellend. Uiteindelijk verlies je gewoon met 4-2. Ik denk dat je best wel lange hoop mag hebben gegeven met van dat je in, uiteindelijk, met, ondanks dat je dan 3-2 staat, dat je nog een gelijkmaker kunt maken. Want ik denk niet dat ze veel kansen hebben gehad. Dus ja, je hoopt op net iets meer. En uiteindelijk ga je er met 4-2 af. Nou, je kijkt toch vroeg in de wedstrijd tegen een 2-0 tegenstand tegen. Ja, werden jullie verrast door Groningen of hoe moet ik dat zien? Nou ja, in zoverre verrast. We wisten wat ze kunnen, dat ze in de omschakeling gewoon goed zijn. En dat hebben ze dus in feite met die eerste twee doelpunten laten zien. Wat je dan zelf als elftal beter moet doen is de restorganisatie bewaken. Maar dan gaat het ook om je duel winnen daarin, op de helft tegenstander. Ja, nou, als dat net niet klopt, ja, dat hebben ze van geprofiteerd. Maar ik denk ook wel heel goed teruggekomen zijn tot 2-2 met rust. Had jij na een kwartier toen het 2-0 stond verwacht dat jullie met rust alweer op gelijke hoogte zouden staan? Ja, in feite waarom niet? Alleen als je kijkt van hoe die doelpunten vallen, ging wel heel makkelijk. Maar het waren wel omschakelmomenten. We werden niet weggetikt of zo. Dus als je dan de organisatie kunt blijven bewaken en dat ga je dan beter doen, ja, dan kun je altijd nog weer een aansluitingstreffer maken. En dat deden we ook heel snel. Wat was dan het kantelpunt dat die organisatie wel goed bleef staan? Dat hun er misschien van geminderd van geprofiteerd hebben. Dat wij net de duels waar je daarvoor wel verliest, niet verliest. Het gaat om details. Nou ja, goed. En ik denk dat dat dan ook net de goede kant op valt daarna. Ja, voor rust dan nog twee doelpunten, twee keer Ralf Zeuntjes. Welk gevoel ga je dan de kleedkamer in? Ja, met een goed gevoel. In zoverre een goed gevoel dat je een achterstand van 2-0 om kunt buigen in 2-2. Dus dat je daarmee door kunt. Nou ja, die heeft nog wat aan waar we beter op kunnen letten. Dat hebben we niet verkeerd gedaan, want ik denk niet dat ze veel kansen hebben gehad. Dus dat doe je dan goed. Alleen ja, ze krijgen wel een mogelijkheid waar je dan net niet voldoende verdedigt. En daarna rust kom je gauw weer op achterstand. Daarna was het een beetje ja, van beide kanten niet heel veel aanvallend meer. Hoe kijk jij zelf naar die tweede helft? Nee, dat klopt. Alleen ik denk dat wij met Donny ook nog een hele grote krans hebben gehad. En als je dat dan vergelijkt met Groningen, zij schieten hem dan wel binnen. En wij schieten hem niet binnen. Ja, nou goed, dat is wel een verschil. Hebben jullie terecht verloren hier? Ja, wat is terecht? Jij scoort gewoon 4 keer, dan is het gewoon terecht. Maar dat er meer in had kunnen zitten, ja. Er zijn nu nog 7 wedstrijden voor jullie te gaan. Jullie verliezen van een directe concurrent om de strijd voor de plek 2. Hebben jullie dat nu helemaal uit jullie hoofd gezet, die plek 2? Nou ja, goed, dat gaan we zien. Als wij wedstrijden gaan winnen en zij gaan wedstrijden verliezen boven ons, ja, dan komt het weer in zicht. Maar zij zullen eerst de wedstrijden moeten verliezen, maar wij moeten ze ook gewoon gaan winnen. En als we dat niet doen, dan hoef je nergens op te rekenen.